Welkom bij NL Magazine Going to the Movies met Patrick van der Wijk en Moeis Harout. En vandaag zijn we geweest naar Ron Goossens budget, low budget stuntman. Ja. Ron Goossens verovert Nederland, Brabants grootste held sinds New Kids. Stop. Ik ben echt Keilam. 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 Bam. Ik ga jou vertegenwoordigen. Cola. En je hoort al, het is een Nederlands film. En wat je ervan verwacht, ga je ook krijgen. Want de mensen die deze genre wel erg leuk vinden, is in de genre van New Kids. Ja, gewoon New Kids. Gewoon New Kids, ja. Bros Before Hoes, is ook van hem. Ja, wat vind jij? Ja, ik vond het wel leuk. Ja, ik moet zeggen, ik heb best wel af en toe kunnen lachen. Het is wel een film, vind ik eigenlijk, dat je een biertje op moet hebben. Ja, dat zou wel helpen. Ja, dat zou zeker wel helpen. Ja, dat werkt gewoon. En wat heel... Ja, we hebben een middagvoorstelling gekeken. Ja. Gewoon om te kijken... Ja. Een matinee. Ja, heel een fantastisch. Matinee, ja. Maar er bleek dus ook heel veel kinderen in die zaal te zitten. Ja. Veel 12 jaar. Het was een film vanaf 12 jaar. Dus ja. 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 Had ik niet verwacht, want als je de taalgebruik hoort... Nou, is echt alle ziektes, alle... Ja. Super racistisch, zie je? Ja, super racistisch. Alle voordelen van Marokkanen, Turken, negers worden allemaal komen om te smaken. Ik moest wel lachen dat jij zei van al het geld wat de overheid in al die, al die campagnes pompt van niet racistisch en netjes, weet je wel, al die dingen. Ja, nou, geen drank. Zo out of the window. Alles werd zo uit die window gesteld in die film. Ja, dus al die 12 jaar gaan nu gewoon alle... Suipen tot je er wel een lam neervalt. Keilam. Drugs, al dat soort dingen. Drugs, ja. Nee, dus maar dat, als je dat weet, kan je dan lachen. Maar ik zeg ook, ouders ernaast zitten en ik van ja. Klopt. Dan, dat valt. Wij hebben wel, bij ons startte wel een discussie op. Zou je hier je kinderen mee toenemen? Ook al, ja, het is vanaf 12, maar als je kijkt, waar hadden we het over? Als je kijkt naar Assassin's Creed. Assassin's Creed is vanaf 16 jaar. Daar gebeurt eigenlijk helemaal niks. Nee. En je kijkt nu naar Ron Goossens. Dan denk ik, nou. Ja. Daar zit wel een verschilletje in, zal maar zeggen, qua taalgebruik, wat er gebeurt, Bij blood and gore, zal maar zeggen. Ook seks, alles is gewoon... Ja, er wordt ook weer, het is weer, op zijn Nederlands wordt weer zwaar gepompt, wordt er weer. Dus, ja, weet je, ik vind het apart, maar ik heb wel op zich wel vermaakt. Ik heb ook vermaakt, het is een film van rond de 90 minuten, maar... Ja. We hebben wel gelachen. We wisten wat we gingen krijgen in principe. En ja, dat is ook geworden wat we dachten. Ja. He, van tevoren. Het verwachtingspatroon is uitgekomen. Precies. Ja, precies. Dus ik was ook niet teleurgesteld. Nee, ik ook niet. Ik heb me... Ja, het was... Die 90 minuten leek wel 30 minuten voorbij te zijn. Dus wat dat betreft ging het goed. Ja. Een tip voor als je gaat. Blijf de hele film zitten. Ja. Wacht helemaal af tot alles is geweest. De ondertiteling gaat beginnen. Daar komen nog 4, 5 stukjes komen er nog in. En helemaal op de allerlaatste shot, nadat alles geweest is, dan eindigt de film ook echt. Het verhaal eindigt echt in de laatste 2 seconden. Maar bij ons was 90% van de zaal leeg toen. Dus als je gaat, blijf zitten. Vind je eigenlijk dat we hier nog spoilers moeten geven? Of zeg je van, ik vind het... Is dit een spoilerwaardig film? Eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Weet je, we gaan gewoon het cijfer geven. Nee, laten we gewoon het cijfer geven. Ja. Wat vind je een cijfer? Nou ja, omdat ik wist wat ik... Ik had van tevoren een verwachtingspatroon gebaseerd op New Kids en Bros Before Hoes. Ik moet zeggen, hij is beter dan Bros Before Hoes. Daar kon ik eigenlijk niet om lachen. Was een beetje heel slecht. Ja, een beetje. Ik vond het best wel slecht geacteerd, namelijk die. En deze kwam veel dichter bij New Kids. En ja, daar kijk ik wel lachen op de Brabantse en hoe ze de personages neerzetten. Dus wat dat betreft geef ik hem een 6,5. Ja. Ja. Ik heb wel gelachen. Ja, dus ja. Ja, nee, ik denk een 6,5 zoals we hem nu hebben gezien. Ja. En als we een biertje op hadden, hadden we waarschijnlijk een 8 gegeven. Ja. Het ligt aan hoeveel biertje op hebt voor die film. Want dat kan ook wel eens een 9 worden. Maar ik weet niet of ze dat bioscoop nog inlaten met die verschijnselen. Nee, dan kan je beter gewoon met een stel vrienden op een gegeven moment zeggen van weet je wat, we huren een keer als je uitkomt. En dan lekker kratje even bier kratje erbij. Even voordrinken, even filmpje kijken. Ja, dan zit je dan, heb je een leuke avond, jongens. Heb je een leuke avond. Dat is ons advies. Dat is ons advies. Ja? Oké. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.